Het had een klein beetje vertraging opgelopen, maar nu is hij open. De nieuwe HEMA aan de Promesse in Lelystad. Dit tot enthousiasme van de bezoekers. Eerst de aanzicht is heel leuk, modern weer. Ik vind het wel mooi. Ja, ik vind het heel mooi. Ook mooi ingericht. Ja. Met de nieuwe HEMA komt ook het verlies van een oude. 35 jaar zat de HEMA op het Stadhuisplein. Maar de directie besloot 250 meter verderop te verhuizen naar de Promesse. We komen natuurlijk vanuit de Stadhuisplein. Daar hebben we 35 jaar gezeten. En best wel eens verbouwd. Maar uiteindelijk hebben we nu gezegd en is gekozen om vanuit HEMA. We gaan naar een ander pand toe. We gaan helemaal opnieuw beginnen. En dit is het resultaat. Moderner, met mooie verlichting en brede gangpaden voor rolstoelen en scootmobielen. Een schone lei in een ander pand, maar dat was niet de enige reden om te verhuizen. Nou, uiteindelijk merk je gewoon dat ook binnen Lelystad een bepaalde verschuiving van klantenstromen plaatsvindt. En dan heb je hier het nieuwere gedeelte, dat is wat het oudere gedeelte. En heeft de HEMA gezegd van ja, wij willen toch wel meegaan met die klantenstroom. En vandaar dat we dus ook nu zitten in het, noem het maar het drukkere gedeelte van Lelystad. De HEMA is niet de eerste winkel die de deuren sluit op het Stadhuisplein. De gemeente worstelt al langer met leegstand daar en kondigde in december nog aan tientallen miljoenen in het stadscentrum te willen investeren. De Lelystedeling houdt zich nuchter onder die veranderingen. Of je nou hier of naar de andere plaats ging, dat maakt voor mij niet veel uit. Ik woon al 34 jaar tegenover de HEMA en nu is de HEMA verhuisd. Dus nu moet ik wat verder lopen. Vindt u dat jammer? Ja, ik vind het wel jammer, want dan heb je een kale plek daar. Vindt u het jammer dat hij verhuisd is? Nee, vind ik niet jammer. Er valt dan wel weer een gat bij het stadhuis. Ja, maar dat is... daar kunnen we niks aan doen. Dat is toch de trend die eenmaal zo is. Zolang blij dat hij gewoon in Lelystad blijft en niet sluit. Ja, inderdaad, ja.